Aan. Welkom bij dit webinar over de optie-expiratie met Menko Zweep en Peter Meiburg. Ik ben over een uurtje terug en heel veel succes Menko en Peter. Dankjewel Jan. Deze hele korte introductie, want we moeten inderdaad stip van 12 tot 1300 uur hebben we dit lunchwebinar. Ik zal het zo doen Peter, dat ik probeer om net iets voor 12:30 af te sluiten, zodat jij ook alle gelegenheid hebt om jouw transacties te delen. Ik ga eens kijken of ik mijn PowerPointje kan uploaden. Dan ondertussen heet ik iedereen van harte welkom, alle deelnemers van mijnpubbeleven.com. De meeste mensen weten trouwens ook dat ik een eigen YouTube-kanaal, ik moet het even netjes op zijn Engels zeggen, heb. En dat ik deze video daar ook post, maar ook andere video's daar post. Alles wat met opties te maken heeft, probeer ik daar een stukje duiding aan te geven, alles wat met call- en put-opties te maken heeft, kopers en de verkopers daarvan. Vandaag is het precies vrijdag 18 juni. Het is net iets over 12 uur. En het is niet alleen de vrijdag, hè, Thank God It's Friday. Ik heb wel eens begrepen dat het ook een hele mooie film is van heel veel jaren geleden. En een restaurant links en rechts in Nederland. Maar het is ook voor ons de laatste beursdag van de maand. En niet alleen is het de derde vrijdag, maar het is ook de derde vrijdag. En daar gaan we het vandaag over hebben. Peter zal in zijn presentatie de transacties toelichten die hij de afgelopen tijd heeft gedaan. En wat de resultaten daarvan zijn geweest. En ik ga het vandaag hebben over de optie-expiratie in mijn beleggingssysteem, optiebelegging KT. Goed, kleine introductie van mezelf. Ik ga hier wat sneller doorheen. Een aantal mensen hebben dit al eens een keer gehoord. Mijn naam is Menko Zweep. Ik heb in Tilburg gestudeerd en ben vervolgens gaan werken bij een vermogensbeheerder in Maastricht bij Sagittarius Beleggingen. Daar ben ik dermate enthousiast over het beleggingsinstrument opties geworden dat ik in 2010 voor mezelf ben begonnen met de website www.optiesbelegging.nl. En vanaf dat moment heb ik dus ook een track record. Dus je kunt dan zien alle transacties die ik gedaan heb. Even kijken. Ik iemand op de achtergrond naar roepen. Is dat of Jan-Robert of Peter die misschien even zich luid af wil zetten alsjeblieft? Ik ben doodstil hoor. Ik zeg niks. Oh, dan is het Jan-Robert. Misschien kun je er even naar kijken, Jan-Robert. Even kijken. Goed. Dus ik was aan het vertellen. De website ben ik gestart. www.optiesbeleggen.nl. En in 2015-16 ben ik Harm van Wijk tegengekomen. En die vroeg aan mij of ik ook alle transacties die ik verrichtte ook op zijn website wilde plaatsen. Dus vandaaruit dat ik ook de samenwerking met Harm ben aangegaan op mijn.beleggen.com. En de meeste mensen die ook aan dit webinar deelnemen zijn daar ook lid van of hebben de Trading Navigator van Harm gekocht. Goed, wat doe ik dan precies? Ik ben een verkoper van call en put opties op de AEX-index. In Optieland kun je opties kopen en verkopen. Het verkopen wordt eigenlijk ook gelijkgesteld met het woordje schrijven. Dus ik ben een schrijver van een call en put optie op de AEX-index. En op het moment dat je zo'n combinatie gemaakt hebt, dan praat je over een short strangle. Goed, een aantal grote voordelen zitten aan het verkopen van opties. De meeste mensen die hebben wel eens een keer meegemaakt op het moment dat ze een aandeel gaan kopen, dat ding dan net toevallig op dat moment naar beneden toe gaat. Of als je denkt, nou, er zou nu wel eens een keer een correctie aan kunnen zitten te komen en ik ga eens creatief inspelen op een inzet op een daling, dat die daling dan niet komt. Nou, dat heb ik in mijn loopbaantje op het gebied van beleggen heel vaak meegemaakt. Ik zat dus niet zo heel erg vaak goed, maar dat is het leuke als je opties aan het schrijven bent, opties aan het verkopen bent, dan hoef je niet per se gelijk te hebben qua richting en de sterkte van de beweging. En daar ga ik zo meteen iets verder in de presentatie, ga ik je daar iets meer over vertellen. De tijd is namelijk jouw vriend. Want die onderliggende waarde waar jij op schrijft, waar jij die call en put optie op verkoopt, die heeft slechts een bepaalde tijd, dus een beperkte tijd, om een bepaalde sterke beweging ofwel omhoog ofwel omlaag te realiseren. En ja, goed, hè, dus de tijd die loopt dan, elke dag tikt die een beetje door, elk uur is er weer eentje. En zo verloopt eigenlijk die tijdswaarde, die verdwijnt uit die optie. En dan komt er dus automatisch een stukje geld naar je toe lopen. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook waarom we op de beurs zitten om geld te verdienen. Er zijn niet alleen maar voordelen aan het verkopen van opties. Er is namelijk één groot nadeel, dat wil ik je ook meteen vertellen en je opwijzen. En ook voor waarschuwen. Het grootste nadeel is het risico. En dat risico wat je loopt op het moment dat je opties aan het verkopen bent, dat kun je eigenlijk alleen maar
bedwingen en onder controle houden door middel van een heel strikt risicomanagement of geldmanagement, noem ik dat eigenlijk altijd. Nou, dat is in wezen waar ik mijn systeem op draai, op dat hele strikte geldmanagement. Hoe ziet er dan zo'n short strangle strategie uit, zo'n optiestrategie? Nou, dat als je hier dan, ik begin even in het midden van de presentatie, grafiekje. Hier zie je de onderliggende koers tot aan de expiratie. Nou, ik had je verteld, ik schrijf alleen maar op de AEX-index. Strategie pas ik niet toe op individuele aandelen. Die zijn mij te bewegelijk. Dus hier is die AEX-index. En op het moment dat ik dan hier aan de bovenkant zit, dan zie je hier short call strike price heb ik daar gezet. Oftewel, ik ga een call optie verkopen boven de waarde van de AEX-index. Dat zit ik hier. En aan de linkerkant, dus aan de benedenkant van de AEX-index, ga ik een put optie verkopen, put optie schrijven, onder de huidige waarde van de AEX-index. Dus ik heb daarmee eigenlijk een soort marge, een soort bandbreedte gecreëerd rondom die AEX-index, waarbij ik dus de AEX in wezen vastzet, dat die binnen die bandbreedte mag blijven bewegen. Die bandbreedte die wordt trouwens natuurlijk wel een stukje groter, want ik heb hier aan linksbovenin gezet, ik krijg een premie voor het verkopen van die call en put optie. En dat is meteen ook, aan twee kanten doe ik dat, een call en een put. Dus ik verkoop een call en een put, krijg daar een premie voor. En dat is ook meteen je maximale winst. Dus die maximale winsten, dit is niet een strategie waarbij je 500% rendement kunt maken of 100%. Dit is een strategie waarbij de winstmogelijkheden gemaximeerd zijn. En ik wil dus, ja, dan zal ik je straks iets vertellen over om een rendement te maken van 1% per maand. Die bandbreedte die wordt wat groter gemaakt door het ontvangen van die premies, maar op het moment dat die AEX nu te hard naar beneden toe gaat, ik ga hier nu naar links, dan zie je dat die pijl naar links die ik getrokken heb, dat daar de verliezen beginnen te komen. Dus op het moment dat de AEX te hard naar beneden gaat, komen daar de verliesmogelijkheden in zicht, of de verliesrisico's, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dat geldt eigenlijk ook hetzelfde voor die rechterkant. Op het moment dat die AEX te hard omhoog gaat, dan is het ook zo dat er verlies gaat optreden. En daarvoor zeg ik ook van, je moet van tevoren een handelsplan hebben. Je moet eigenlijk je break-even point van tevoren bepaald hebben dat de AEX best wel wat mag bewegen. Hoe groter deze bandbreedte, hoe beter natuurlijk. Maar dat op het moment dat het te fors uit de hand loopt, dat je dan in gaat gaan. Wat doe ik dan precies? Die short strangle strategie, dus het verkopen, het schrijven van die call en put optie, dat doe ik op een drietal, of via een drietal systeem. Optiebeleggen KT, dat staat voor korte termijn. Dan pas ik dus die short strangle strategie toe, maar dan op maandbasis. Dat betekent dus dat deze strategie een houdbaarheidsdatum heeft van 1 maand. En die gaat dus van optie-expiratiedatum tot optie-expiratiedatum. Exact 1 maand. Bij optiebeleggen LT had ik toen bedacht dat als dat goed gaat, dat je een systeem hanteert op maandbasis, dan zou je ook een systeem kunnen creëren waarbij een beleggingshorizon van 3 tot 9 maanden wordt gehanteerd. Dus toen heb ik een systeem bedacht en ontwikkeld en getest, hè, dus ik heb hem niet zomaar even verzonnen, waarbij de beleggingshorizon tussen de 3 en 9 maanden wordt vastgehouden. En datzelfde systeem, dus ook die short strangle strategie, die heb ik als een derde systeem geïntroduceerd, waarbij opties beleggen XLT staat voor extra lange termijn. Dus ook weer die short strangle strategie, maar dan met een beleggingshorizon van tussen de 1 en 2 jaar. Goed, wat wil ik dan eigenlijk doen met die drie systemen? Ik wil, de drie R's heb ik dat wel eens genoemd. Ik wil rust overdag. Ik wil niet de hele dag bezig zijn met die beurs om te kijken of je nou net te veel omhoog of net te veel omlaag gaat. Dus ik wil een goede bandbreedte gecreëerd hebben. Dat creëert ook een stukje rust s'nachts. Ik wil s'nachts gewoon rustig slapen en niet altijd te veel zorgen maken over de beleggingen die ik heb. En ik wil natuurlijk, want daar draait het om, een rendement maken van minimaal 1% per maand. En dat geldt voor alle drie de systemen. Nou, ik heb die rendementseis heb ik blauw gedrukt en ik heb optiebeleggen KT bovenaan heb ik blauw gedrukt, want we gaan het vandaag hebben over het rendement van optiebeleggen KT. Als je eens wil kijken naar die drie beleggingssystemen, die kun je volgen op de website tradersvergelijken.nl. Daar kun je exact
mijn transacties één op één volgen. Dat kost je 25 euro ex-BTW per maand. En dan maken we gebruik van semi-auto trading. En dat betekent eigenlijk zoveel op het moment dat ik een transactie ingeef, dan wordt die transactie ook via een sms naar jou toegestuurd. En dat betekent dat je alleen maar op een knopje akkoord of accorderen hoeft te drukken. En dan wordt die transactie ook bij jou in jouw Bingbank-rekening uitgevoerd. Tot op heden hebben we een samenwerking met Bingbank en dat loopt allemaal prima. En we zijn ook bezig om met Maxim een samenwerkingsverband op te starten. Dat roep ik eigenlijk ook al een aantal dagen, aantal weken. Dat is, ja, laat ik zo zeggen, alles is rond. Behalve het feit dat we nog net de laatste vinkje moet gezet worden om er uiteindelijk ook voor te zorgen dat die sms-service, dus het drukken op een knopje op het moment dat ik een transactie doe, dat dat ook bij Maxim kan plaatsvinden. Ik hoop echt dat dat binnen 1 of 2 of 3 weken gaat plaatsvinden. Bij traders vergelijken, je kunt dus naar die website toe gaan. Dan zie je dat er verschillende mensen hun systemen presenteren. Ook Jan Robert gaat daar, op het moment dat Maxim helemaal definitief akkoord is, met zijn systeem actief zijn. Nou, mijn 3 systemen staan er. Het systeem van Raoul Suurmeij is daar te volgen. En ook Harry Klip komt daar bij op het moment dat Maxim helemaal paraat is. Maar je kunt er nu al naartoe gaan en je inschrijven voor een nieuwsbrief. Die is gratis. En dan word je dus op de hoogte gehouden van de rendementen van die systemen. En ook van de ontwikkelingen bij Maxim. Even kijken. Ik ga het hebben over de opties. Zowel call- en put-opties zijn er in beleggingsland of in optieland te bekennen. En heel belangrijk is dat opties, dat je moet weten dat opties een bepaalde houdbaarheidsdatum hebben. Dus die lopen op een bepaalde termijn af. En wanneer die optie afloopt, dat is de expiry date of de expiratiedatum. Dat is de specifieke dag wanneer die opties aflopen. Dus als je eens kijkt naar een optie op de een call of put optie, dat maakt even niet uit. Bijvoorbeeld op de AX of op ASML of Philips of Koninklijke Olie ING. Maakt ook allemaal niet uit. Maar je ziet daar dan achter staan september 2022. Dan is de specifieke dag dat die houdbaarheidsdatum afloopt, de derde vrijdag van die maand. En als je kijkt naar de juni-serie, dan zie je dat de derde vrijdag, dan is de derde vrijdag van de maand de optie-expiratiedag. En dat is toevallig ook vandaag. Dus vandaar ook dat ik dit webinar mag presenteren. Het is vandaag optie-expiratiedag. Dus ik start met mijn eerste plaatje opnieuw. Thank God it's Friday. Maar voor mij is het natuurlijk heel belangrijk, thank God, is de third Friday van de maand. Dat is voor mij de dag waarop definitief wordt besloten of ik rendement heb gemaakt, de ja of de nee. Ik wil je eventjes nog meenemen naar de werking bij optie-expiratie voor Nederlandse aandelen en indexopties. En er is een verschil tussen gekochte opties en verkochte opties. Bij indexopties, die worden ook wel verhandeld via de Europese stijl. En dat betekent dat jij als koper van die optie niet tussendoor kan lichten. Dus jij als verkoper kan dus niet tussendoor aangewezen worden om aan jouw verplichtingen te voldoen. Dat vind ik het mooie van indexopties, dat je daar dus in wezen de ruimte van hebt gekregen dat er een bepaalde beweging mag plaatsvinden, zonder dat jij daar meteen dan tussendoor aangewezen kunt worden. Dat betekent dus niet dat op het moment dat ik een call of een put heb verkocht, dat ik daar dan heel rigide moet wachten tot die derde vrijdag van de maand. Dat is niet het geval. Ik kan natuurlijk op elk moment van de dag kan ik besluiten om die geschreven call of geschreven put, of alle twee, terug te kopen wanneer ik dat wil en wanneer ik zie dat het de verkeerde kant op gaat. En daarbij kom ik dan weer terug op dat strikte risicomanagement waar ik wat ik hanteer. Bij de AX-opties werkt de call- en put-optie, het verkopen ervan, werkt iets anders dan bij aandelenopties. Bij AX, bij de index-opties, de AX-opties, daar wordt een expiratiekoers berekend, omdat er sprake is van cash settlement. En hoe die expiratiekoers, hoe wordt die dan berekend? Daar krijg jij best wel veel vragen over, maar het is in wezen een heel simpel antwoord is daarop. Vanmiddag, de derde vrijdag van de maand dus, wordt er tussen 3:30 en 4:00 op elke hele stand van de minuut wordt de AX-index genoteerd. Nou, op het moment dat je dat een 30 minuten doet, dan krijg je dus precies 30 standen van de AX-index
En die 30 standen die deel je dan weer door 30 en dan krijg je de settlement scores. En op het moment dat jij nu een AX-optie hebt gekocht en de waarde daarvan die is hoger dan die settlement price, dan krijg je automatisch geld gestort. Hè? Je ontvangt dan geld. En op het moment dat je een optie hebt geschreven en die optie is in the money, dan moet je uiteindelijk geld betalen. Nou, ik als schrijver van die optie wil natuurlijk die tweede variant wil ik voorkomen. Want daarvoor, hè, dan verwijs ik je toch weer terug naar dat plaatje van dat risicomanagement. Hè. Ik wil dus niet dat die AX te hard naar beneden toe gaat of te hard naar boven toe gaat. Want anders moet je dus van tevoren ingrijpen. Hoe ziet er de afgelopen maand dan uit? Nou, op het moment dat de juni-expiratie, die begin ik eigenlijk altijd als de mei-optie-expiratie geweest is, de derde vrijdag van mei. En ik ben dus op maandag 24 mei, zag ik de AX starten op 707 punten. Ik rond hem even af, of 708 punten mag ik eigenlijk wel zeggen. Nou, het hoogste punt werd op 17 juni bereikt. Dat was dus gisteren, op 736 punten stonden we toen. En het laagste punt werd op 27 mei. Dus eigenlijk vlak na de opening werd het laagste punt bereikt op 706 punten. En je ziet dus, als je terugkijkt naar de afgelopen expiratiemaand, dat er dus een spread is geweest van bijna 30 punten. Nou, toen ik deze presentatie een uurtje ongeveer geleden schreef, toen stond de AX op 732. Dus we schuren een klein beetje aan tegen het hoogtepunt van de grafiek. En daar wil ik je ook eventjes naar te zien. Maken we een klein sprongetje naar de AX-index. Als het goed is, zie je nu mijn Dingbank Trader Pro-accountje. Dus je ziet hier dat we inderdaad aan de bovenkant van het trendkanaal aan het werken zijn, aan het bewegen zijn. En je ziet dat de AX, oh, die is even iets terugvallen, 7,30 staan we nu op dit moment. Je zag dus dat ik die call, even kijken, die laat ik ook eventjes zien. Dat ik de call 745 geschreven heb. En ik heb de put 620 geschreven. En je ziet dat die dus inderdaad nu bijna zonder waarde zijn. Dat zal ik je zo meteen eventjes laten zien. Want volgens mij had ik nog niet gezegd welke opties ik gedaan had. Nee, ik heb alleen laten zien wat de stand van de AX is. Nou, je zag dus dat we een flinke stijging meegemaakt hebben. Hè, van 706 naar 730, 31 punten. Hè, dus dat we zijn goed omhoog gegaan. En wat heb ik dan op basis van die ontwikkeling van de AX gedaan? Nou, ik ben op 24 mei gestart. Dat was meteen een van de eerste dagen van de nieuwe optie-expiratie maand. Ben ik begonnen met het verkopen, dus het schrijven van een put-optie op de AX. De looptijd is dan uiteraard juni. Hè, we hebben het over de juni optie-expiratie. Ik heb een uitoefenprijs gekozen van 620 en ik heb daar 1,30 euro voor ontvangen. Nou, bij Maxim betaal ik 90 cent voor een optie op de AX-index. Dus ik rond die eventjes af voor het gemak op 1 euro. Dus ik heb 130 euro ontvangen. Ik heb een transactiekosten van 1 euro bij Maxim, 90 cent, hè, dus die 1 euro. Dus ik heb 129 euro netto ontvangen voor deze put-optie. En een aantal dagen later heb ik mijn short strangle gecompleteerd. Ik heb toen ook een call optie verkocht, een openingsverkoop van een call. Daar heb ik voor gekozen de uitoefenprijs 745. Met een looptijd natuurlijk ook weer de juni serie. Dus ik heb een call en een put juni dan compleet. Ik heb voor die call 31 cent ontvangen. Dus per saldo rond ik die weer eventjes af, die 90 cent op een euro. Dan heb ik per saldo 30 euro gehad. En als je die twee bedragen dan bij elkaar optelt, dan heb ik 159 euro netto ontvangen voor deze short strangle strategie. En dan is het eigenlijk de vraag, wat gaat die AX doen? Gaan wij richting die 7,45 of gaan we richting die 6,20? Of blijft die mooi in die bandbreedte zitten, zoals die ook geweest is? Nou, je zag net ook dat die AX op dit moment op 730 ongeveer staat. Dus de kans dat we 15 punten gaan stijgen tot 4 uur vandaag, hè, tussen 3:30 en 4 uur expiratiekoers wordt berekend. Dus die kans is niet zo groot. Hier zie je mijn staartje zoals je dat ook op Traders Vergelijker ziet en zoals je dat ook op mijn website Optiebeleggen ziet.
Dan zie je dat ik vanaf april 2020 ben ik een andere strategie begonnen. Je zag dat daar de bewegelijkheid heel groot was. En ik ben eigenlijk begonnen om de ruimte tussen de twee, de ruimte boven en onder de AX-index, dus eigenlijk de marge die ik wil hanteren, dat ik die vergroot heb. Ik wil eigenlijk maar met één combinatie, dus één call en één put-optie, wil ik die 1% rendement per maand realiseren. En je ziet dus ook dat ik de afgelopen 15 maanden geen verlies heb gemaakt. Dat is, laat ik zeggen, mijn tweede doelstelling. Ik wil een hoog rendement maken, maar ik wil met name ook geen verlies maken, want op het moment dat hier een keer een flink verlies zou komen te staan, dan duurde het natuurlijk erg lang voordat jij weer naar jouw break-even point bent gegaan, hè, wanneer jij dan weer winst kunt gaan maken. Ik heb er blij bij gezet die 159 euro in het blauw. Het is een beoogd rendement, want ondanks dat de kans niet zo heel erg groot is dat we vanmiddag tussen 3:30 en 4:00, als die 30 standen genoteerd worden, boven de 7,45 gaan of onder de 620 staan, is het echt pas definitief op het moment dat het 4:00 exact is. Nou, ik heb het hier weliswaar gezegd als een beetje beoogd rendement, maar als je die 15 maanden optelt, dan heb ik de afgelopen 15 maanden 1837 euro netto verdiend. Je ziet dus inderdaad dat het de 15e winstgevende maand op rij is. En dat, ja, daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. Wat is dan het rendement, hoe je dat in een percentage kunt vangen? Nou, ik zeg altijd dat ik ongeveer 10.000 euro nodig heb aan benodigd kapitaal om rendement te maken. En op het moment dat ik deze cijfers dan doorreken, hè, dan zit ik ongeveer op zo'n 15% per jaar. Oftewel meer dan 1% per maand. En dat was inderdaad weer die doelstelling die ik voor mezelf vastgelegd heb. Dat benodigd kapitaal of deze rendementsberekening, dat leidt nogal eens een keer tot wat discussie. Ik hanteer een benodigd kapitaal van 10.000 euro. Maar op het moment dat je bij een maximum aan het beleggen bent, dan vereist de short strangle strategie natuurlijk een marginverplichting. Bij maximum is dat 5.900 euro. Dus op het moment dat je hetzelfde bedrag, die 1873 euro die ik gediend heb de afgelopen 15 maanden, als je dat dan relateert op die 5.900 euro bij maximum, dan kom je uit op 25% rendement per jaar, oftewel meer dan 2% per maand. Nou, dat zijn de leuke percentages, maar dat is ook een beetje het verneukratieve, om het zo maar te zeggen. Het is wat spelen met cijfers, maar ik probeer in ieder geval, laat ik zeggen, veiligheidshalve, probeer ik toch een zo groot mogelijk kapitaal benodigd te hebben om van daaruit dan mijn doelstelling te realiseren. Vanaf aanstaande maandag, hè, dus vanmiddag tussen 3:30 en 4:00, is de optie expiratie. 3:01 kan ik helemaal niets meer gaan veranderen ten aanzien van de positie ingenomen heb, die ik ingenomen heb. Dat wil ik eigenlijk ook niet, hè, want wat dat betreft, ik loop natuurlijk precies op schema. En vanaf aanstaande maandag ga ik posities innemen voor de juli optie expiratie. En ik heb een aantal aanbiedingen voor je. Als je nu naar tradersvergelijken.nl gaat, dan kun je dit systeem gaan volgen. Dat kost normaal gesproken 25 euro. ex-BTW, oftewel 300 euro per jaar, ex-BTW. En dat op het moment dat je daar nu naartoe gaat en je meldt je daar aan en je gebruikt de kortingscode webinar, in het kader van dit webinar, dan geef ik je daar een korting op van 50 euro. Dus laat ik zo zeggen, je krijgt 2 maanden gratis op het moment dat je dat in 1 keer voor 12 maanden betaalt. Dus dat is dan misschien een heel leuk iets. Wil je sowieso maar eerst eens even kijken van, meld mij eens een maandje aan, want ik wil heel graag eens zien wat jij doet. Dan kun je een mailtje sturen naar mijzelf, naar aanmelden@optiebeleggen.nl. En op het moment dat je daar je naam ingeeft en zegt, nou, ik wil het optiesysteem Optiebeleggen KT eens een maandje volgen, dan krijg je 1 maand lang alle transacties die ik verricht per mail. Dan zie je dus ook welke posities ik inneem, welk risicomanagement ik hanteer, als het zover mag komen. En natuurlijk ook welk rendement is, hoe hoog het rendement is dat ik realiseer. En dan, en dan kun je van daaruit eigenlijk eens zelf kijken of dat ook iets voor jou is. Peter, ik heb het zo gedaan. Geprobeerd om iets voor 1:30 te stoppen met mijn presentatie. Volgens mij is dat gelukt. Prima gelukt. Ik heb nog één vraagje
binnen zien komen. Kom maar. Peter Vergers, waarom heb je de call relatief snel geschreven? De waardevermindering gaat in het begin toch heel langzaam. Nou, ik probeer het eigenlijk altijd zo te doen dat ik in de eerste week na de optie-expiratie dat ik de call en de put-optie inneem. Afhankelijk, ik probeer ook wel een klein beetje timing te doen. Hè. Stel voor dat de beurs verder hard omhoog gaat. En dan ga ik natuurlijk eerst die put schrijven. Want dan is het niet zo handig om met die call optie te starten. Dus dat is een stukje timing. Wat ik erin pleeg te doen. Maar het is ook zo dat die tijdswaarde ook vanaf 4 weken voor de optie-expiratie al begint te lopen. Ik heb wel, hè, dat weten mensen natuurlijk ook. Die optie-expiratie die is altijd 4 weken. Maar als je dat 12 maanden doet, dan kom je op 4 keer 12, 48 weken, dus dan kom je iets tekort. En dat betekent dat er een aantal maanden zijn waarbij de optie-expiratie 5 weken is. En ik heb in mijn strategie gemerkt dat ik dan minder goede resultatie maak. Dus ik doe het eigenlijk altijd zo dat ik 4 weken voor de optie-expiratiedatum dan mijn nieuwe posities inneem. En vanaf dat moment begint toch wel die tijdswaarde al redelijk snel af te nemen. Oftewel, dan begint dat geld al een klein beetje naar je toe te lopen. En dat is natuurlijk eigenlijk wat we willen. Dat de tijd dat die AX een bepaalde beweging of hard omhoog of hard omlaag kan gaan realiseren. Dat die zo kort mogelijk is. Dat de kans dus zo klein mogelijk is dat ik uiteindelijk in moet grijpen. Maar ja, je kunt ook naar mijn website eens gaan. Hè, want het is niet alleen maar zo. De laatste maanden is het voor mij eigenlijk heel makkelijk om geld te verdienen. Want dan is er niet zo heel erg veel beweging in die AIX-index. Maar als je naar mijn website gaat, dan zie je ook toch ook wel eens regelmatig dat ik een sluitingskoop heb moeten verrichten. Nou ja, goed, op het moment dat je daar een sms'je van krijgt en je vult dan ook met dat knopje accepteren, druk je dat dan ook in. Dan maak je dus exact hetzelfde rendement als ik. En dan hoef je de beurs niet voor in de gaten te houden, maar dan hoef je alleen maar op het knopje te drukken. En zo proberen we het zo te doen dat het... Ja, het gemak dient de mens. Zo hebben we het eigenlijk proberen in te steken. Maar dat is dus de reden. Ik probeer toch al vanaf 4 weken van tevoren die posities in te nemen om die tijdswaarde lekker uit die opties te laten lopen. Ja, en hoe langer je wacht met schrijven, hoe minder premie je ook ontvangt, hè? Ja. Stel voor dat je gisteren een call en een put, de call 7,45 en de put 6,20... had verkocht, ja, dan krijg je daar nog geen dubbeltje voor. Ja. En ik heb het natuurlijk 4 weken geleden gedaan. En ik heb daar nog netjes €159 voor ontvangen. En zo heb je natuurlijk eigenlijk ook weer jouw rendement ook deze maand weer gerealiseerd. Dus het is inderdaad een afweging, Peter. Een hele goede opmerking. Van wanneer ga ik die schrijven? Wanneer gaat die tijdswaarde er echt uitlopen? En ja, je moet niet te vroeg zijn, maar je moet ook niet te laat zijn. Nee, precies. Even kijken, zal ik het zo doen, Peter, dat ik heb mijn scherm gestopt met sharen. En als het goed is, dan kun jij jouw presentatie gaan sharen, gaan uploaden. Nou, uploaden is daar niet echt, maar gaan sharen in ieder geval. Klopt dat? Ja, ik ben eventjes aan het kijken. Ik zit altijd met die schermen een beetje te... Dat is lastig, hè? Ja. Zie je al iets? Ja, u komt binnen. Kijk. Leuk. Oké. Ja, zo is hij compleet. Als er vragen zijn, Peter... Schiet ze er maar in. Zet het even in de chat. En ja. Naar all panelists en attendees. Dan zal ik op het moment dat je een vraag voor Peter hebt, zal ik hem ondertussen even lastig vallen. En vragen of je die vraag dan meteen wil stellen. Oké. Nou goed, welkom nogmaals iedereen. Mijn naam is Peter Meiburg. Ik denk voor velen van jullie inmiddels wel bekend als jullie deze webinars volgen. Even kijken waar mijn muis is. Oh ja. Ja, hoe begon het allemaal met opties? Nou, ik was al een tijdje met opties bezig. En eind 2016 werd ik gevraagd door Traders Only om een boekje te maken over opties. Dat is dit boekje geworden. Strategieën om winstgevend te handelen in iedere markt. En dat boekje is verschenen in 2017. Gratis ter beschikking werd het gesteld aan klanten van Traders Only. En toen ik dat boekje klaar had, toen dacht ik, ja, wat nu? Ik was al veel met opties bezig. Ik studeerde er heel veel over.
En ik dacht, het is eigenlijk zonde om er verder niks meer mee te doen. Dus zo is eigenlijk mijn website ontstaan, slimmermetopties.nl. En mijn doel is eigenlijk met die website opties voor een breed publiek toegankelijk maken. Want je merkt toch, bij breed publiek zijn, ja, opties hebben altijd een beetje een twijfelachtig imago. Hè. Mensen vinden het moeilijk, mensen vinden het risicovol. Nou, moeilijk, dat valt reuze mee. Je moet je er wel even in verdiepen, maar opties zijn zeker per definitie niet risicovol. Sterker nog, ja, in veel gevallen vind ik opties eigenlijk minder risicovol dan aandelen, omdat je veel minder kapitaal hoeft te investeren. Hè? Zolang je natuurlijk wel je risico's ook goed in de gaten houdt. Iets waar Menko het natuurlijk ook al over had. Dit is mijn 2-wekelijkse nieuwsbrief. Dit weekend ga ik weer de zoveelste aflevering schrijven. Daarin geef ik een kijkje achter de schermen van de beurs. Dingen waar je op moet letten. En abonnees krijgen ook mijn live alerts. Dus elke positie die ik inneem, die ik aanpas of die ik sluit, die deel ik via de Telegram-groep en via de e-mail. Nou, ik krijg vaak van mensen te horen dat ze dat toch wel heel leerzaam vinden, want ja, ik vertel ook altijd erbij waarom ik een positie open, wat de risico's zijn, wat de winstmogelijkheden zijn. Dus dat wordt altijd wel gewaardeerd. Dus je kan op mijn site kijken, slimmermetopties.nl. Er zijn e-boekjes te downloaden. Je kan je ook abonneren dus op mijn beursvizier. En voor vandaag wilde ik het, ik ga aan het eind eventjes nog wat posities behandelen die ik heb gesloten. Maar ik wilde ook nog eventjes ingaan op de vraag hoe gezond is de beurs. Dat is eigenlijk een vraag die ik mezelf toch regelmatig stel. Je ziet natuurlijk de laatste jaren eigenlijk zitten we natuurlijk in een stevige bullmarkt. En ja, je moet je toch af en toe de vraag stellen hoe gezond is nou die stijging. Hè? Dus, voordat je een positie start, is het altijd goed naar het grotere plaatje te kijken. Want voor je het weet, denk je van nou, er is niets aan de hand. En plotseling zit je op een enorme grote ijsberg die je niet had gezien. Nou, dit plaatje heb ik gisteren eventjes op Facebook gedeeld en ook aan mijn mensen op mijn mailinglijst. Onder andere, dit liet ik hier zien. Je ziet bijvoorbeeld dat de S&P, de S&P 500, die maakt hogere toppen. En hieronder zie je eigenlijk het percentage aandelen dat boven hun 50-daags gemiddelde noteert. En daar zie je toch duidelijk een heel ander beeld. Dus wat dit eigenlijk zegt is, ja, de beurzen gaan nog steeds omhoog. Maar als je even onder het water kijkt, dan merk je toch wel dat niet alle aandelen daar nou aan meedoen aan die stijging. Er zijn dus al heel wat aandelen die, ik zal niet zeggen in een berenmarkt terechtkomen, maar die niet zo heel goed presteren. Dus dat zijn dingen, daar moet je goed op letten. En daar wilde ik het dus in deze presentatie even over hebben. Dus naar welke indicatoren kijk ik regelmatig? En dan bedoel ik vooral de USA-markten. Ik handel zelf altijd op de Amerikaanse markten, de S&P, de Nasdaq en zo, en ook wel de Russell 2000. En ja, je hebt een aantal van die indicatoren die altijd wel een duidelijk beeld geven van wat er speelt. Nou, om te beginnen heb je natuurlijk de VIX. Dat heb ik al vaker genoemd in dit lunchwebinar. De VIX wordt ook wel de paniekbarometer genoemd. En wat die VIX eigenlijk laat zien, dat is de verwachte volatiliteit voor de komende 30 dagen. Dus eigenlijk de impliciete volatiliteit. En die zit ingebakken in de optiepremies. En daaruit kun je afleiden hoeveel zorgen juist, of hoe weinig zorgen beleggers zich maken. He, dus aan die VIX valt een hoop af te lezen of beleggers juist zorgeloos of een beetje zorgelijk zijn. En een bekende uitspraak is, when the VIX is low, it's time to go. When the VIX is high, it's time to buy. Met andere woorden, je doet er eigenlijk beter aan om te kopen als de meeste beleggers bang zijn. Ja, en wanneer zijn beleggers bang? Nou, dat kun je dus zien als de VIX ineens weer zo'n piek maakt. Hè, de koersen schieten omlaag.
En dat kan allerlei redenen hebben. Dat kan komen door de Federal Reserve die weer iets roept over inflatie of eventuele renteverhogingen. Maar ja, het kan ook zijn iets wat in het Midden-Oosten speelt. Het maakt eigenlijk niet uit. Als de koersen omlaag gaan, dan zie je eigenlijk dat die VIX omhoog schiet. Die maakt zo'n piek. Nou, hier eventjes een voorbeeld. Je ziet bijvoorbeeld hier november vorig jaar maakte die S&P een duikeling. En op datzelfde moment zag je hier die VIX weer zo'n enorme piek maken. En eventjes later, ook in februari, zag je ook weer zo'n piek. Dan schiet die VIX ineens omhoog en dan zie je die koersen weer omlaag gaan. He, dus, en wat ook wel opvallend altijd is aan die VIX, dat is altijd de piekvorming. Het is eigenlijk, ja, er wordt wel eens gezegd, kijk, een aandeel kan overal naartoe gaan en daar vervolgens blijven. En dat geldt eigenlijk ook voor de VIX. Die kan ook overal naartoe gaan, alleen die VIX die kan daar nooit lang blijven. Die blijft er altijd maar heel kort. Hij gaat omhoog, gaat omlaag, weer omhoog, omlaag, omhoog. En dat, ja, omdat het natuurlijk puur het sentiment is onder beleggers. Dat sentiment dat kan vaak wel een uitschieter te zien geven. Maar het is niet zo dat dat sentiment nou heel lang vaak blijft hangen. Dus ja, de VIX nu, of nu dat wil zeggen, wanneer heb ik dit? Ik geloof gisteren heb ik dit genomen. Staat eigenlijk relatief laag. Je zag wel donderdagavond dat hij wat omhoog ging. Maar wat mij ook wel opviel, je ziet hier onder het MACD. Daar zie je dus een opgaand lijntje, terwijl een neergaand lijntje, een lagere top in die VIX wordt neergezet. Dus je kon eigenlijk al die stijging een beetje zien aankomen, dat er wat opwaartse druk komt. Nou, ik heb even net naar de futures gekeken, die staan vrij vlak, dus het is niet gezegd dat de VIX nu de komende dagen weer omhoog zal schieten, maar goed, het kan zomaar gebeuren. Dus in ieder geval, die VIX is altijd wel goed om daar eventjes op te letten. En een ander dingetje, wat ook belangrijk is, waar ik vaak naar kijk, dat is, heb ik maar even genoemd, de VIX nu ten opzichte van de VIX in de toekomst. Oftewel de VIX futures. En dan hebben we het eigenlijk over contango of backwardation. Ik dacht dat ik het in een vorig webinar er ook al eens over heb gehad. Contango is eigenlijk de, tussen aanhalingstekens, normale situatie. Dat betekent dat de huidige volatiliteit lager is dan de toekomstige maanden, dan de futures. En dat zie je hier grafisch weergegeven. Je ziet de volatiliteit nu en dan zie je voor de komende maanden die volatiliteit wat stijgen. Nou, dat is eigenlijk ook wel verklaarbaar, want ja, hoe verder je weg in de toekomst gaat, hoe onzekerder alles wordt. Het is heel moeilijk om de toekomst en helemaal de verre toekomst te voorspellen. Niemand kan voorspellen dat er een pandemie uitbreekt. Niemand kan voorspellen dat er bijvoorbeeld aanslagen op Twin Towers worden gepleegd. Dat zijn allemaal dingen in de toekomst. En hoe verder die toekomst, hoe onzekerder. Maar wat je hebt in backwardation, dat is eigenlijk omgekeerde situatie, dan is de huidige volatiliteit hoger juist dan de futures, dan de toekomstige maanden. En dat zag je in oktober 2008. Nou, dat was geen beste tijd voor de beurzen natuurlijk. En je zag dat er heel veel onzekerheid was in die, ja, zeg maar in die huidige maand. En ja, naarmate die maanden vorderden, zag je die onzekerheid een beetje weg ebben. Maar het is in ieder geval wel zo, het is goed om te onthouden, bad things happen in backwardation. Als je de geschiedenis erop naslaat en je kijkt terug, dan zie je dat eigenlijk elke serieuze berenmarkt begonnen is met een backwardation. Dus dan zie je dat die huidige de zorgen toenemen onder beleggers. En dat is altijd zo'n moment waarop die beurzen dan hard gaan dalen. Nog eventjes over die backwardation en contango. Op dit moment is er geen sprake van backwardation. Dus ja, beleggers zijn eigenlijk nog steeds niet heel erg in paniek. Het gaat eigenlijk allemaal nog wel goed, ondanks af en toe een kleine hiccup. Maar geen reden tot paniek in ieder geval. Nou, ander dingetje waar ik vaak naar kijk, dat is het percentage aandelen
boven hun MH50 en hun MH200. Daar had ik het net in het begin al eventjes over. Dat is ook altijd wel een hele goede indicator. Kijk, op dit moment is het zo dat het percentage aandelen dat boven het MH50 noteert, dat zie je toch wel dalen. Hè? Je ziet hier dat lijntje, dat is het MH50 zelf, hè? Dus het gemiddelde. Nou, die dook daar, zeg maar, begin mei onder. En dat lijntje is eigenlijk met wat kleine oplevingjes verder aan het dalen. En op datzelfde moment zie je dus die hogere toppen in de index. Nou, wat ik al zei in het begin, dat is dus eigenlijk een teken dat, ja, oké, de beurzen nog steeds stijgen. Althans, zeker de S&P. Maar je kunt wel je vraagtekens zetten bij de kracht van die stijging. Het lijkt erop alsof in ieder geval het motortje een beetje gaat haperen. En alsof de kracht er een beetje uitgaat. Dus wat dat betreft, ja, ik roep het al een tijdje, maar het is oppassen met voluit long gaan. Ik probeer zelf altijd, zeker nu, te spreiden in bullish, maar ook bearish posities. Dat je niet alleen omhoog kijkt met de posities die je inneemt. Kijk, voor Menko maakt dat niet zo gek veel uit. Hè. Als je alleen op de index handelt, alleen op de AEX, dan is dat eigenlijk heel goed om dat heel instrumenteel te doen. Hè. Elke maand volgens jouw vaste plan. Maar als jij, ja, een beetje kijkt per week van wat zijn de kansen in de markt, dan, en daarop wil inspelen, dan is het natuurlijk een iets ander verhaal. Het percentage aandelen boven 200-daags gemiddelde, ja, daar zie je ook, die maakt een lagere top. Onder het MH50 gedoken, pijltje is nu neerwaarts. En het is dus, ja, op datzelfde moment dat die S&P weer, nou, gisteren dacht ik, eergisteren weer een all-time high heeft neergezet. Dus nogmaals, dat zijn dingen waaruit je kan concluderen dat die kracht er een beetje uit lijkt te gaan. Nou, ander dingetje wat ook veelzeggend is, vaak is de put-call ratio. En die geeft eigenlijk aan het put-volume ten opzichte van het call-volume. En als de put-call ratio hoger dan 1 is, dan betekent dat eigenlijk dat er meer volume is in de puts dan in calls. Dus er worden meer puts gekocht dan calls. En als die hoog is, of in ieder geval, ja, 1 of hoger, dan is het sentiment onder beleggers bearish. En dan hebben we te maken met een lage put-call ratio. Ja, dan duidt dat eigenlijk weer op een bullish stemming. En die put-call ratio die wordt vaak als een contraire indicator beschouwd. Hè. Als heel veel beleggers heel erg bearish zijn, dus zich massaal hebben ingedekt tegen koersdalingen of verdere koersdalingen met puts, dan is dat vaak het moment om juist naar boven te gaan kijken. Het is nu eenmaal een feit, het is een triest feit, maar het is een feit dat de meeste beleggers het bij het verkeerde eind hebben. En dat geldt dus ook als er een hele euforische stemming is, een hele erge bullish stemming. Dus als er heel weinig puts worden gekocht, maar relatief veel calls, ja, dan is het juist het moment om eens te denken van, nou, misschien moet ik mijn portefeuille maar eens gaan indekken met bijvoorbeeld puts of met put spreads, of in ieder geval mijn stop losses optrekken, dat soort zaken. Want heel vaak is het dan ook zo dat, ja, dat het nou net de andere kant op gaat. En je zag bijvoorbeeld in half oktober 2019 had je een put-call ratio die op ongeveer 1 stond. Dus ja, een hoop beleggers die zaten nog een beetje naar beneden te kijken, hadden veel puts gekocht. Nou ja, je ziet het resultaat. Die S&P die is eigenlijk vanaf dat moment, nou, bijna in een hoek van 45 graden omhoog gegaan. Hè. Dus hier zie je dus hoe dat contraire karakter werkt van die put-call ratio. Op dit moment, ik heb vanochtend even gekeken, dit is altijd bij de website van CNBC te zien, is er sprake van greed, hebzucht. Ja, die ratio is eigenlijk een van de laagste niveaus gedurende de laatste 2 jaar. Indicating greed on the part of investors. Nou ja, die ratio staat nog niet echt heel hoog. Die heeft wel hoger gestaan. Maar het duidt er eigenlijk wel op dat over het algemeen beleggers op dit moment positief zijn. En dan hebben we ook nog de McLellan Oscillator. En dat is een betrouwbare indicator die
aangeeft of de markt extreem overbought of oversold is. Ik zat vanochtend nog even naar een goede Nederlandse term daarvoor te zoeken. Overgekocht of oververkocht, maar ik hou het maar even bij overbought of oversold. Maar als die McLellan boven de 80 is, dan wil dat zeggen overbought en beneden de 80 oversold. En dat gebeurt niet zo heel vaak, maar als dat gebeurt, hier zie je dat, november, was vorig jaar, dan dook die echt indicator naar beneden, naar op of net onder de 80. En dat was hier echt een dieptepunt in de S&P 500. Dus ja, die indicator die had dat op dat moment heel goed zeg maar in kaart gebracht. Want vanaf dat moment, eigenlijk het moment waarop beleggers het helemaal niet meer zagen zitten, een hele snelle, felle daling. Vanaf dat moment begon eigenlijk die koers weer op te lopen en verder te stijgen. Dus ja, die McLellan oscillator, dit is altijd eentje die ik in mijn gereedschapskistje heb zitten, waar ik toch wel regelmatig naar kijk. Op dit moment staat die een beetje gemiddeld, dus er is niet echt sprake van een top of een bodem. Dus als je puur alleen hier naar kijkt, dan kan je denk ik op dit moment niet zo heel erg veel van afleiden, maar als die nou echt heel hard zou gaan stijgen, dan is dat toch zeker een moment om weer eens na te denken over bescherming. En dan hebben we natuurlijk nog de New Highs en New Lows Index. En die is gebaseerd op de hoogste 52 weken koers en de laagste 52 weken koers. Dus eigenlijk het rekensommetje heb ik eventjes hier gepakt. Dus het percentage dat op een recordhoogte staat, de nieuwe highs gedeeld door het optelsommetje van de nieuwe lows en nieuwe lows, dat moet natuurlijk zijn highs en lows, dus dat zal ik maar even aanpassen. En dan krijg je daar een uitkomst, dat doet er op zich eigenlijk niet zo heel veel toe, maar wat ik vooral interessant vind is als er wat deze indicator betreft divergentie optreedt. En dat zag je bijvoorbeeld hier, die S&P, die schoot, dat was, even kijken, wanneer was dit? Volgens mij was het begin van dit jaar, toch? Ja. Anyways, die koers die liep hard op van die S&P, maar wat je daar in die indicator zag, de new highs, new lows, en dat kan je op stockcharts.com gewoon vinden. Een gratis website. Daar kan je dit soort zaken allemaal intikken. Je kan een lijntje trekken. Maar je ziet dus heel duidelijk hogere top en hier een lagere top in die indicator. En je zag dat dat dus een voorbode was van die enorme daling. Dus de S&P maakte een nieuwe all-time high februari 2020 was dat. Inderdaad. En die new high, new low index gaf inderdaad aan dat het aantal aandelen dat een all-time high maakte omlaag liep. Dus ook hier de kracht van de rally was niet zo sterk. En ja, dat bleek even later. Het was net alsof er een soort valluik werd opengetrokken en die koersen die kelderden echt. Dus een hele goede ook om deze af en toe eens te raadplegen. De situatie nu is dus dat we misschien wel weer vandaag of misschien wel weer komende week een nieuwe all-time high krijgen in die S&P. Maar die new highs, new lows, die zit toch eigenlijk, die maakt een lagere top. Het lijntje loopt naar beneden. Je ziet hier zelfs het MACD ook, dat die kruising naar beneden plaatsvindt. Dus persoonlijk vind ik dat allemaal een beetje niet zo heel erg betrouwbaar, moet ik zeggen, die stijging. Dus het is natuurlijk maar even de vraag, wat doe je daarmee? Maar nogmaals, ik zou niet, als je tenminste op de Amerikaanse markt handelt, voluit nu long gaan. En tenslotte, wat altijd belangrijk is om de hogere trend altijd even mee te nemen in jouw analyse. Die hogere trend die heeft natuurlijk altijd voorrang op de lagere. Je ziet hier bijvoorbeeld de ETF van de Dow Jones, de DIA, de Diamonds. Ja, dan zie je dus dat die al een week of twee aan het dalen is. Ik weet eigenlijk niet, gisteren ging die geloof ik ook nog ietsje naar beneden. Maar
Dit is dan de daggrafiek. En ja, je zou geneigd zijn om te denken, nou, dit ziet er niet best uit. Ja, die koers die is door dat stijgend MA50 gebroken voor de tweede dag. Maar goed, als je dan wat uitzoomt en je pakt de weekgrafiek erbij, ja, dan zie je dus eigenlijk dat hij al een enorme run aan het maken is. Een echt indrukwekkende bullrun. Ja, en dat die koers gewoon ja, boven dat stijgend MA20 zit. Dat MA20 zit boven het stijgend MA50. Er is ook behoorlijk wat ruimte tussen die twee. Dus dat betekent altijd dat ja, de stijging behoorlijk krachtig is. Je zag hier daarvoor bijvoorbeeld, zie je die ruimte wat minder. Dan ging die koers ook wel omhoog. Maar nu gaat hij echt al na maanden sterk omhoog. En ja, hij daalt wel nu iets. Maar ja, ik denk dat dat eigenlijk alleen maar gezond is. Het zou prima zijn als hij nog wat verder zou dalen. Sterker nog, ik heb hier een lijntje getekend. En ja, dat is eigenlijk een steunniveau, zeg maar, even nou, grofweg rond die 300. Stel nou dat die koers daar helemaal naartoe zou gaan en vervolgens weer zou afketsen. Ja, dan is die uptrend, die bullish trend, eigenlijk nog steeds wel intact. Dus wat dat betreft, altijd goed om die hogere trend eventjes mee te nemen in je analyse. En dat, wat ik dus zei, dat een lagere trend, die gaat wat omlaag. Een hogere trend is eigenlijk nog steeds stijgend. Hè? Dan ontstaat er altijd een beetje spanning in die markt. De grote trend wil omhoog, de lagere trend omlaag. En dat is eigenlijk iets wat ik beschrijf in mijn e-book. De kleine gids naar grote winst. Daar heb ik de spanningszoekermethode genoemd. Je kan hem kopen op bol.com of via mijn website. 19 eurotjes. En daarin beschrijf ik dus dat fenomeen dat er vaak spanning in de koers optreedt. En dat je dus de, zeg maar de kortere en de langere trend met elkaar vergelijkt. En dat geeft vaak hele betrouwbare, maar ook hele duidelijke instapsignalen. Dus samenvattend, waar ik altijd naar kijk, en het is niet zo dat ik dat nou elke dag doe, maar zeg maar eventjes één keer per week, één keer per twee weken. Wat doet de VIX? Zitten we in een contango of backwardation? Hoe zit het met het percentage aandelen dat boven hun MA50 of MA200 noteert? De put-call ratio, McLellan oscillator om toppen en bodems te kunnen identificeren en de new highs en new lows index, vooral heel belangrijk als er divergentie is. Dan heb ik nog 5 minuutjes. Nou, dan kom ik denk ik precies goed uit met mijn posities. Vorige webinar, dat is alweer een maand geleden, Time Flies, had ik de XLE, dit is de ETF van de energiesector. Daar had ik 2 contracten ingenomen van een bull call spread. Nou, de vorige keer had ik 1 contract gesloten en die bracht 135 euro in het laadje. De tweede liet ik lopen. De koers is daarna, even kijken, die is hier een beetje blijven hangen. Maar goed, die heeft uiteindelijk, toen ik hem sloot, 159 euro opgeleverd. Dus alles bij elkaar, deze bull call leverde mij 294 euro op. Nou, dat is een prima trade. Dit was Lockheed Martin. Vorige keer liep deze trade al, maar toen had ik hem nog openstaan. En kon ik er eigenlijk nog niks over zeggen. Nou, ik heb hem uiteindelijk gesloten voor 235 winst. Dus dat liep ook eigenlijk goed uit. Wat nog wel apart was hier, nadat ik me eigenlijk niet gerealiseerd. Ik kreeg een mail of 2 mailtjes van klanten. Ik dacht dat die bij Bink zaten, dat weet ik niet zeker. Maar die konden niet handelen in Lockheed Martin. Het verbaasde me eigenlijk nogal. Een heel groot beursgenoteerd bedrijf. Maar wat blijkt nou? Dat ik geloof in Europa de regelgevers, de beleidsmakers hadden besloten dat je niet in dit soort aandelen mag handelen. Want het blijkt dat Lockheed Martin een bepaald soort bommen maken. Of in ieder geval daarbij betrokken zijn. En ja, dat was dus reden voor de hoge omers in Europa om te zeggen, daar mag je dan niet in handelen. Weet je, die bommen ook weer, fractiebommen of zoiets. Nou, ik wist het niet. Ik dacht eigenlijk dat ze er wel wapens, maar ook vliegtuigen, dat soort dingen maakten. Maar dat soort bommen, dat weerhoudt dus sommige beleggers er helaas van. Of helaas, ja.
om daarin te beleggen. Ik vind het altijd een beetje ja, dubbel. Ja. McDonald's, daar mag je wel in beleggen. Dan kan je heel ongezond eten als je dat wil. Maar zo zijn er natuurlijk nog wel wat meer bedrijven te noemen waarvoor je kan denken, Bayer, Monsanto, dat soort dingen. Maar goed, toch goed om even te weten. Procter & Gamble, die had ik vorige week ook lopen. Die heb ik hier ingenomen, dacht ik hier, toen die koers gedaald was en tekenen van herstel vertoonde op dat, nou ja, inmiddels stijgende MA50. Koers is daarna omhoog gegaan en daar gebleven. En die leverde mij 242 euro's op. Dus dat was ook een goede trade. Nou, ik heb hier nog, anders duurt het te lang, nog wat andere trades die ik heb gesloten. Ik hanteer niet alleen de derde vrijdag in de maand. Ik spreid ook een beetje tegenwoordig die looptijden. Dus soms natuurlijk ook wel eens wat in de weekopties. Nou, ik heb wel Domino's Pizza en gisteren Lowe's Companies. Die ging niet goed. Het was een bull call spread. En dan zie je dus met een bull call spread. Ik wilde hem eigenlijk voor iets minder verlies sluiten. Maar een bull call spread kan hele mooie rendementen geven. Maar je merkt wel, als je veel trades hebt gedaan en je analyseert die, dat, en daar ben ik eens met Menko, dat schrijven toch een hogere hitratio heeft. Dus als je echt dikke rendementen wil maken, maar ook bereid bent veel risico te nemen, dan zou ik zeggen, nou, de debit spread, prima. Maar als je langzaam maar gestaag zo die gaat, premie wil binnenhalen, dan is het schrijven van opties eigenlijk al heel goed. Ik wissel het een beetje af. Nou, dit hele rekensommetje kwam ik geloof ik op een min van iets rond 125. Dus al met al, met die vorige posities erbij, nou ja, was ik dik tevreden. Dus tot zover mijn posities. Ik heb op dit moment, ja, ik moet wel zeggen, ik heb ook nog wat in de edelmetalen. Nou, die kregen gisteren enorme klappen. Dus, maar goed, een daarvan is een heel langlopende positie. Of ja, één loopt in 2023 pas af, dus daar maak ik me niet zo heel druk om. En ik heb nog een bull call lopen in GLD. Dus de ETF van de goudaandelen. En die loopt in volgende maand af. Nou, dat is wel eventjes afwachten. Want die staat op dit moment onder water. Dus even kijken hoe zich dat ontwikkelt. Maar daarover in het volgende webinar. Vragen? Je kan me altijd een mailtje sturen. Of op mijnbelegger.com. En ik zie de chef al in beeld komen. Dus ik ga mijn scherm even stoppen met sharen. Even kijken, Peter, want ik zie dat Bart zegt een leuk webinar, zeg. Weer heel wat nieuwe dingen gehoord. Nou, dat is altijd leuk om te lezen, Bart. Is goed. Ik moet afsluiten. Oh. Omdat Harm om 1 uur weer een broadcast moet doen. Oh ja. Dankjewel iedereen. Misschien tot de volgende morgen om 5 uur. En dankjewel voor de presentatie, jongens. Oké. Okay. Blijf voor de kans. Goed weekend. Tot de volgende keer. Ja.